Hey, Karsik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, vandaag heb ik een beetje een vreemd idee. Ik heb het er al eerder over gehad. Ja, de megatorens. Die zijn duur. Laten we kijken. Wat is de goedkoopste optie? 120.000. Dat is heel veel. We zitten nu op 55.000. Daar zijn we nog lang niet bij in de buurt. En we willen het liefst natuurlijk een elite, maar die zijn bijna twee keer zo duur. Dus dat gaat in ieder geval niet worden voor nu. Maar ik heb een plan. Ik wil deze gaan bouwen. Megaton met woonverdieping 120.000. Is heel duur. Is niet de mooiste. En gaat hier hopelijk passen. We moeten waarschijnlijk wel wat wegen aanpassen. Maar moet mogelijk zijn. Dus ja, deze wil ik bouwen. Het is niet de mooiste megaton. Ik denk dat als we op een gegeven moment, als we heel veel geld in deze stad hebben, of als we veel geld uit Anaconda Bay kunnen halen. Ja, ik denk dat we dan gewoon. Ja, denk dat we dan gewoon kunnen vervangen. Zonder dat het al te erg is. Ja, we hebben aardig wat verkeersopstoppingen. Misschien ook wel tijd om de wegen te upgraden. Maar weet je wat ik van plan ben? Ik wil heel even wachten totdat ik op de 80.000 zit. En als ik op de 80.000 zit, dan ga ik een vliegveld bouwen. Wat geloof ik 80.000 was. Of is het 85.000 zelfs? Dus dat duurt nog even. Maar dat is tenminste haalbaar. Haalbaarder dan 120 of 220.000. Dus we gaan een vliegveld bouwen. Waar we ook een vliegveld in Anaconda Bay. En dan sturen we een paar miljoen naar deze stad. En dan kunnen we echt beginnen. Dan kunnen we stoppen met het langzaam aandoen. Ja, we hebben een gezondheidsprobleem. Ik weet niet wat het is. Maar dit zit nu al een tijdje vol. Dus we gaan even. Dat is niet slim. Is het slim? Ja, want kijk, als ik hier een megatron wil bouwen. Of misschien. Ja, weet je, ik bouw hem daar wel gewoon. Dan kan ik het hier voor nu uitbreiden. Want ik heb ook geen geld om al die diensten opnieuw te bouwen. Nou ja, het duurt nog even voordat we er zijn. Er zijn wat mensen geüpgrade. Ik ga ondertussen. Nou ja, nee, ik ga nog geen wegen upgraden. Want dat kost ook weer een heleboel geld. Dus daar wacht ik even mee. Ik heb een paar wegen geüpgrade waar de mensen uitzonderlijk blij waren. En er zijn nu meer mensen die zeg maar klaar zijn om te upgraden. Maar dat moet echt later komen. Want ik wacht gewoon eerst even op die 85.000. Dus ja, ik laat het spel gewoon lopen. Alles even checken. Oh, dat is bijvoorbeeld al een probleem. Ik had er net al eentje toegevoegd voordat ik begon met opnemen. Maar blijkbaar was het niet genoeg. Ja, kijk, we hebben hier de eerste appartementen. Het inwoneraantal groeit ook gewoon. Dus dat is te verwachten. Maar dit is geloof ik nog wel voor de rest allemaal goed. Ja, afval zijn ze nog mee bezig. Ja, maar ja, dat kan vast wel lukken, denk ik, in de paar uur die ze nog hebben. Dus alles lijkt gewoon goed te lopen. Alles is heel erg stabiel in de stad. Ja, niet dat er heel veel mis kan gaan in zo'n kleine stad. Maar ja, toch ben ik daar wel blij mee. En oké, we kunnen upgraden. Hebben we dit überhaupt geplaatst? Oh ja, dat hebben we geplaatst. Ik was het even helemaal kwijt. Stadhuis hebben we nu 5000 inwoners. Dus het zijn nog steeds. Niet dat we er heel veel aan gaan hebben. Want we hebben eigenlijk alle of bijna alle afdelingen al, dus we hoeven weinig mee te doen. Nou ja, ik laat het spel nog heel even lopen totdat ik die 50.000 heb. En dan, ja, dan kan ik wat geld transporteren naar deze stad en dan kunnen we pas echt beginnen. Oké, dus het idee is om hier dus om hier het vliegveld te plaatsen. Oké, nu heb ik genoeg geld. Ik wou het eerst daar doen, maar dat zou het upgraden van die mensen belemmeren. En ook al is dat niet de hoofdfocus van deze stad, het is toch wel fijn om meer inwoners en meer belasting inkomsten binnen te krijgen. Dus we moeten er wel een beetje op letten dat we het niet te veel hinderen. Oké, dus we gaan het hier ongeveer doen. Dan kunnen we daar hopelijk ook nog een treinstation in kwijt. Dat zou mooi en efficiënt zijn. Want dit is natuurlijk ook iets wat we eigenlijk niet willen hebben. Dus het kan ook zijn dat ik gewoon het geld binnenhaal en het dan sloop. Omdat we daarna niet meer gaan gebruiken. Oh, oké, dat had een veel groter effect dan ik dacht. Ja. Deze mensen moeten blij gemaakt worden. Ik geef ze wel weer even een park. Willen we de landwaarde ook daadwerkelijk verhogen? Ja, daar is vraag naar. Dus we geven ze even wat kleine goedkope parken. Dat is niet zoveel. Nou, meer kleine goedkope parken. Ja, ik laat het daar even bij. Ben nu niet echt gericht op het uitbreiden van de stad. Oké, dus dit. Het gaat me nu echt niet om de toeristen. Ik weet niet eens of we moeten openen. Ik weet niet eens of dit überhaupt werkt, maar gaan we natuurlijk nu achterkomen. Ja, het gaat me niet om de toeristen. Daar zijn we nog helemaal niet klaar voor in deze stad trouwens. Ja, maar we kijken wel of dit werkt. Ik bouw ook nog een vliegveld in Anaconda Bay. En ik denk dat ik dat even on-camera ga doen. Want is misschien wel even interessant waar we dat gaan plaatsen. Want er is helemaal geen ruimte in de stad. Dus misschien moeten we wat weghalen. Maar dat zien we zo. Oké, het zou zomaar kunnen dat het hier past. Ook al is de
kans eigenlijk best wel klein. Maar we gaan het proberen. Oh, dat kan. Nee, dan gaat het hele mooie gebouw tegen de vlakte. Dat moeten we echt niet hebben. Oké, dit is lastig. Ik wil het vliegveld heel erg graag. Nou, ik wil het gebouw zelf niet graag, maar ik wil gewoon wat geld naar een andere stad sturen. Maar ik wil dit gebouw ook zo graag. Weet je wat dat is? Dit gebouw heb ik nog nooit gezien. Het zal vast wel heel zeldzaam zijn. Dus ik wil het niet zomaar tegen de vlakte gooien. Nou, weet je wat? Misschien kan het hier wel. Dan haal die basisschool weg. Dat kan. Die basisschool kunnen verplaatsen. Kijk, we hebben in deze stad al het geld van de wereld. En wauw, het is hier zo druk met het verkeer. Dat komt door deze megatons die een beetje ongelukkig zijn geplaatst. Omdat ze niet vlakbij een hoofdweg zitten. Dit is echt een chaos. wat chaotisch. Hier zitten ze ook niet direct aan de hoofdweg. Dat is ook helemaal niet handig. En de stad waar we nu mee bezig zijn, zit ze ook niet direct aan de hoofdweg. Maar die stad gaat nooit, waarschijnlijk nooit boven de 100.000 inwoners komen. Waarschijnlijk nog veel lager dan dat. Tenminste, dat is het plan voor nu. Oké, basisschool gaan we even weghalen. Dat vinden mensen ook niet leuk. Maar op dit moment heeft er toch niemand les. Tegen de tijd dat de lessen weer beginnen, is al lang weer een nieuwe. Oké, dus gaat dit genoeg ruimte zijn? En het maakt niet al te veel uit als ik hier wat geld uitgeef. Kijk, misschien moet ik het nog een keer stoppen. Maakt helemaal niks uit. Ik heb hier een belachelijke hoeveelheid geld. En ik verdien nog steeds heel veel per uur. En dit moeten we wel helemaal gaan uitbreiden. Ook al is het misschien beter om nu even te checken of het vliegveld past. Voordat ik daar allemaal tijd aan verspil. Nee! Oké, dat kunnen we niet slopen. Oké, dan moet die basisschool dus heel erg anders heen. Ja, heel veel geld verspild, heel erg onnodig. Ik weet het. Nou, dan doen we die basisschool gewoon daar waar ik nu een paar parken heb weggehaald voor de... omdat ik hier misschien het vliegveld zou plaatsen. Maar nu komt een basisschool en dat maakt het misschien weer goed. Omdat een basisschool ook een mooi effect heeft op de landwaarde. Oké, weet je wat? Die breid ik straks off camera wel even uit. We gaan het vliegveld plaatsen. En dat kan niet. Dan moet ik denk ik hier de eerste weg weghalen. En dan moet ik het een beetje anders vormen hier met de wegen. Misschien dat ik hier gewoon zo ga dat ik hier een beetje inkrimp. Dan zou het misschien wel kunnen. Of het is gewoon te lang. Dat kan ook nog. Nou ja, ik moet het even zien. Ja, dat werkt gelukkig wel. En ik zie hier dat ik het helemaal niet zo ver hoef weg te halen. Zeg maar die weg die we daar hadden. Ik weet niet echt wat ik dacht. Dat vliegveld kan nooit zo breed zijn. Maar ja, ik bouw het maar gewoon weer even terug. Het ziet er vreselijk rommelig uit. Zonders kunnen ook weer terug. En dan kan hier nog een normaal appartement. En hier kan nog een ietsje kleiner appartement. Maar dat komt wel goed. En er zijn hier zelfs nog wat commerciële gebouwen overgebleven. Tot mijn grote verbazing. Ik vind het best wel knap. Als je... Ja, het lijkt me best wel onveilig om hier een vliegtuig te landen tussen al deze gebouwen. Zeg maar, je hebt niet echt veel ruimte. Tenzij je vanaf de zijkant binnenkomt. Het gaat hier natuurlijk ook niet echt om de vliegtuigen. En wat is dat sterretje? Dat heb ik nog nooit gezien. Nou, je ziet elke dag weer iets nieuws. Ik ga het daarbij laten in deze stad. We gaan... Oh, dat is... Dat is heel erg opvallend. Ik weet niet wat dat betekent. Nou ja, we gaan naar de andere stad en we... Nee, wacht, dat moet ik vanuit hier doen. Ik moet een gift vanuit deze stad sturen. Waar staat het? Het cadeautje. Kan ik het nu doen? Als ik het niet kan doen, moet ik waarschijnlijk nog even wachten. Nee, oké, er is geen verbinding. Dan moet ik het waarschijnlijk even laten lopen. Zorg dat het werknemers heeft. En als het dan nog niet werkt, dan weet ik het ook niet. Dan is dit gewoon een trucje wat niet werkt. En dan de persoon die het in de comments zei altijd fout. Of misschien wist hij gewoon dat het niet zou werken en zei hij dat om mij te trollen. Maar ja, we gaan het zien. Hij is nog steeds collega's aan het zoeken. Er zijn nu al toeristen aan het wachten. Kijk, weet je wat het is? In deze stad is zo'n vliegveld best wel nuttig. Nou, niet voor de landwaarde, maar in deze stad hebben toeristen nodig. Dus het zou waarschijnlijk, als we hier een... Nee! Oh, wacht, kan wel. Oké, kunnen een landingsbaan toevoegen. Ga ik dan ook met veel plezier doen. Want in deze stad willen we gewoon zoveel mogelijk toeristen hebben. Want meer toeristen betekent dat we hier meer verdienen. Ook al zitten ze al het grootste gedeelte van de tijd helemaal vol. Maar misschien met meer toeristen zitten ze gewoon altijd vol. En dat betekent altijd 40.000 per uur. En ja, dat is natuurlijk wel iets moois. Dus ja, toeristen die gaan in vertrek, maar ze gaan natuurlijk ook komen. Ik vraag me af wat voor effect dit heeft op het aantal toeristen. Ik weet dat we eerst op iets van 50.000 zaten. Oké, nu is het dus 42.000.
En over een tijdje zouden we dan misschien effect kunnen zien door het vliegveld. Of misschien maakt het wel helemaal niet zoveel uit. Nou, ik ga nog één keer checken of het nu wel werkt. Als het niet werkt, dan hebben we gewoon pech. Dan weet ik niet waar die reactie vandaan kwam. Nee, er is geen verbinding. Ah, nou, misschien waren het daar nog geen werknemers, maar ik weet het niet. Ah, dat is nou jammer. Zou soms zijn als we daar al het geld zelf moeten verdienen. Dat zou heel lang duren en dat zou het een stuk langzamer gaan in die stad. Ja, ik heb het nog een paar keer gecheckt en het is gewoon echt niet mogelijk. Het vliegveld was hier gewoon bezig. Er was zelfs een vliegtuig weggegaan, maar het werkt gewoon niet. Dus dat is iets wat iemand fout heeft gereageerd. Dat kan dus helaas niet. En dat is echt jammer. Dat is waar het een beetje van afhing in deze stad. Maar er is nog een plan B. Het plan B is dat we een lening afsluiten van 100.000 euro, die ons dan vervolgens 600.000 per uur kost. 700.000. 600.000? Nee. 700 euro per uur kost. Dat is veel. Maar het is het misschien gewoon waard, omdat we dan een heleboel tijd besparen. En normaal zou ik best wel AFK kunnen gaan staan. Maar ik neem het van tevoren op. Dus ik heb niet belachelijk veel tijd. Dus dat is eigenlijk. Wat je hier kan opmaken is gewoon dat je 11.520 euro weggooit. Gewoon de prullenbak in. Omdat je niet kan wachten. Dat is dan weer best wel stom. Maar het zou toch wel fijn zijn om meteen die megaton te hebben. En als we die megaton hebben, kunnen we als het goed is ook meteen wat meer winst maken. Het zou wel de hele balans in de stad eruit gooien. We hebben opeens meer banen nodig, meer winkels. Omdat we waarschijnlijk die megaton ook niet meteen kunnen upgraden. Omdat we weinig verdienen. We missen een school. Je woont naast een school. Kom op. Heeft gisteren lesgegeven aan 60 studenten. Wat is dit? Er is gewoon nog ruimte. Oké, weet je, dat is belachelijk. Oké, dus ja, vliegveld is weer gesloten, want we gaan er niks aan hebben. Ik ben ondertussen maar gewoon wegen aan het upgraden. Daar heb ik nu weer wat geld voor. Even kijken. Deze wegen, ja, weet je wat, ik ga ze ook maar gewoon upgraden. Uiteindelijk gaat het waarschijnlijk wel weg voor een megaton, maar deze die gaan sowieso weg voor de megaton. Ja, nu nog niet. Nu wil ik nog even geld verdienen aan deze mensen. Maar als ik de megaton ga bouwen, ga ik die wegen toch slopen. Dus waarom zou ik ze upgraden voor die korte tijd? Weet ik nog niet precies hoe ik het ga doen. Misschien is dat ook wel tijdelijk. Maar ja, ik heb het nu al geüpgraded. Dus ja, ik zou verwachten dat we nu een stijging zouden zien in inwoneraantal. Maar misschien is de drang om te upgraden nog niet zo groot. Nee, ze hebben niet genoeg ruimte. Dat meen je niet. Kom op, ze hoeven niet meteen. Hier past best een redelijk groot appartement, zou ik zeggen. Niet de grootste versie, maar een redelijk groot argument. Appartement. Oké, deze parken. Misschien willen we ze gewoon sluiten, zodat we net iets meer verdienen per uur. Kijken. Dan wordt de landwaarde lager. Nou, dat vinden mensen niet leuk, hè. Nee, weet je wat? Ik hou ze gewoon open. Ja, anders worden mensen ongelukkig en wordt het gedoe. Ja, dit is ook een probleem. Hier is het best wel druk. Maar dit wordt uiteindelijk een avenue, dus dat wordt dan opgelost. En hier is het ook heel erg druk de hele tijd. Dus ik heb hier even een viaduct toegevoegd. En ik heb ervoor gezorgd dat het er nog wel een beetje redelijk uitziet met een mooie boog. Wat natuurlijk niet zo handig is voor het rijden, omdat je natuurlijk heel steil omhoog gaat. Maar het zag er beter uit, dus dat heb ik gewoon gedaan. Dus dat is dat. En ja, het begin van de stad ziet er best wel mooi uit. Zou alleen wel iets mooier zijn als ik dit gewoon recht had gemaakt. In plaats van die vreemde bocht aan het begin. Dan had ik gewoon eerst de eerste 20 meter gewoon recht en dan pas die bocht. Dat zou beter zijn. Maar daar wil ik nu geen geld aan uitgeven. Ondertussen zitten we wel op de 40.000. En weet je wat? Ik denk dat we best weg kunnen komen met een lening van 50.000. Als ik nu gewoon heel even wacht totdat ik. Nou, is dat het wachten waard? Waarschijnlijk wel. Weet je, ik denk dat ik gewoon wacht tot ik 70.000 heb. Dat is nog best te doen met dit inkomen. En dan leen ik 50.000 en hebben we dus wat minder geld dat we verspillen omdat we het lenen. En dan kunnen we die megaton bouwen. Daar maken we hopelijk wat winst mee. En dat is natuurlijk vooral omdat het gewoon me heel erg cool lijkt om hier twee megatons te hebben. En als we er eentje hebben, hebben we al een beetje een idee van hoe het eruit ziet. Dus dat is het plan. Ik ga nog even wachten op geld. En ja, dan ben ik zo terug. Oké, mensen, daar gaan we dan. Ik heb het geld geleend. En ik was ondertussen aan het kijken naar dit stukje. Dit is heel erg roddig. Ik denk dat we dit eigenlijk gewoon moeten vervangen door avenues. En misschien zelfs een soort van mooie bocht. Dat zou wel cool zijn.
En hier hebben we natuurlijk ook kruispunten, dat is niet goed. Ik heb het voor nu even vervangen met drukke wegen, maar nog geen hoofdwegen. Dat is misschien wel iets wat we in de nabije toekomst moeten gaan doen. Oké, okay, maar we hebben 120.000, dus als het goed is, ja, 120.000 megaton met woonverdieping. Ik ga hier even wat dingen plat gooien. Oh ja, hier hebben we de brandweerkazerne. Die moet dan helaas verplaatst worden. Weet je, ik ben zo erg geneigd om die megaton te bouwen dat ik het maar gewoon ga doen. Hij is op dit moment aan het uitdrukken, maar maakt even niet uit. Ik wil gewoon die megaton. Het gaat er om deze stad, om hoe dingen eruit zien en wat minder om hoe goed dingen functioneren. En ze gaan nu natuurlijk weer terugbouwen. Dus dat is niet zo handig. Dat past niet. Ik moet, dat was ik te verwachten. Ik moet nog even wat aan de wegen aanpassen. Deze bocht kan ietsje anders. En ik denk dat ik in de tussentijd maar gewoon even de brandweerkazerne ga plaatsen. Want anders zitten we ook zo lang zonder. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dat is een probleem. We kunnen het nu dus plaatsen. Ik heb ruimte vrijgemaakt. Maar we hebben niet genoeg geld. We zitten helemaal op de 70.000. En dat komt omdat ik 50.000 heb uitgegeven aan het verplaatsen van de brandweerkazerne. En het... Waar is hij? Politiebureau. Oké, dus dat was zo stom. Brandweerkazerne heb ik hier naartoe verplaatst. Dat moest ik net een beetje aanpassen. Was misschien niet eens nodig geweest, maar ja, het geld is nu al verspild. En het politiebureau zat geloof ik ergens hier, maar ik kan het mis hebben. Dat heb ik niet altijd goed onthouden. Dus dat is stom. Ik ben heel erg geneigd om nog een lening af te sluiten en ik ga het maar gewoon doen. Het is ongelooflijk stom qua gewoon financiële de financiële stand in de stad. Want het is zo'n enorme geldverspilling. Maar als ik gewoon even kijk naar waar zou ik nu het meeste plezier uithalen, is dat wel dit. Gewoon een megaton bouwen. Hij snapt niet naar de weg waar ik had gehoopt, zeg maar die weg. Maar ja, dat is jammer. Daar is niks aan te doen. En misschien is het wel het beste om die weg net even iets netter te maken. Voordat we dit ding plaatsen. Voordat we het weer moeten slopen en aanpassen. Zou natuurlijk stom zijn. Dus ik wacht nog heel even mee. Ik ga dat even fixen. En dan kunnen we hem plaatsen. Oké, dat werkt. Ik hoop dat ik dat kan slopen zonder dat ik de megaton helemaal moet slopen. Het zou moeten kunnen, want het zit zeg maar in het hoekje wat niet verbonden is aan de weg. Dus ik denk dat het zou moeten werken. We gaan ervoor. Oh wauw, alles is meteen gefuturiseerd. We moeten nu weer echt aan wennen dat het gefuturiseerd is. Nou, ik laat het even zijn ding doen en dan kijken we hoeveel geld we ermee kunnen verdienen. En hij zit vol. Dat ging heel erg snel. En ik was even vergeten te zeggen. Ik heb ook nog het stadhuis moeten opnieuw een plek moeten geven. En kijk, we zitten nu gewoon op de 15.000 inwoners. Ja, waarschijnlijk wel overal problemen. Ja, hier riolering gaat niet echt goed. We willen heel erg snel van die kleine dingen af. Ik weet niet of ik in deze stad voor het desinfectiesysteem ga. Want dat kost gewoon controlnet. En op dit moment hebben we dat niet in deze stad. En waarschijnlijk kunnen we het ook niet krijgen van een andere stad. Dus voor nu ga ik in ieder geval gewoon dat doen. En daarna waarschijnlijk gewoon de ouderwetse rioolwaterzuivering. Voorzieningen stad gaat waarschijnlijk ook niet werken. Omdat we daar geen verbinding... Heb ik dat al getest? Ik weet niet zeker. Omdat we daar geen verbinding mee kunnen maken. Omdat er geen directe wegverbinding naartoe is. Dus dat is waarschijnlijk dat is waarschijnlijk het geval. Oké, mensen demonstreren vanwege lage landwaardes. Ik zie het probleem niet. De landwaarde is net drastisch gestegen met deze megatoren. Dus ik weet het niet. Verdieping met een park of winkelcentrum. Dat is iets wat ik misschien kan doen. Maar nu is elektriciteit natuurlijk een groot probleem. Ja, dit is eigenlijk niet echt... het is wel te doen, maar het is lastig om in zo'n kleine stad zo'n grote stap te maken naar een megaton. Want onze bevolking is nu gewoon van 5.000 naar 15.000 gegaan. Het is gewoon verdrievoudigd. Dus drie keer zoveel stroom nodig. Drie keer zoveel water. Oh nee, dat gaat gewoon nog goed, blijkbaar. Dus waarschijnlijk niet de beste periode voor het waarderingscijfer. Nee, dat is zeker niet goed. En waarom gaan er zo weinig mensen naar school? Voor mijn gevoel zou het echt al lang vol moeten zitten. Ja, echt, wat is het met de landwaarde? Wat is het met de landwaarde? Is het heel erg omhoog gaan? Oh, zijn deze mensen? Ja, ga er maar gewoon weg. Ik weet niet eens hoe ze aan die landwaarde komen. Voor mijn gevoel is het daar nooit hoge landwaarde geweest. Oh nee, tuurlijk. Door de diensten die we daar hadden, politiebureau en dat soort dingen. Ja, daardoor was het hoge landwaarde en nu niet meer. En daarom zijn ze teleurgesteld. Dus dat is nu gefixt. Dit is allemaal tevreden. Te veel misdaad. Bezorgde misdaad. En niet genoeg winkelaars.
Nou, dat komt vast wel goed met de megaton. Of was het gemiddeld? Kijk, waar staat niet genoeg winkelaars? Wacht, ben ik nou gek? Nee, er staat helemaal geen niet genoeg winkelaars. Is het net weggegaan of zo? Ja, en blijkbaar zijn er toeristen. Dat is interessant. Ik weet niet waar die vandaan komen, want het vliegveld is gesloten. Voor de rest geen verbinding met een andere stad. Maar ze komen er op de een of andere manier. Ah, dat is natuurlijk wel heel, heel slecht verkeer, hè? Ja, ik weet niet echt hoe ver we willen gaan, zeg maar, met het slechte verkeer. Want ik kan wel... Kijk, dit is gewoon niet te doen. Nee, het is gewoon niet te doen. Ik kan wel echt gewoon een beetje... Gewoon alles bouwen gewoon ja, op de manier waarop het er beste uitziet. Maar als de stad helemaal niet functioneert, dan is dat natuurlijk ook niet goed. Weet je wat, we gaan deze lening terugbetalen. Want dan zijn we van die... zijn we van dat bedrag per uur af. Maar ik geloof dat we nu alsnog, zeg maar, de volle map moeten betalen. Alsof we de, ja, bedrag per uur hadden betaald, zeg maar. Ik geloof dat we sowieso de volle map moeten betalen. Dus dat maakt niet al veel verschil. Maar dan ben ik er in ieder geval vanaf. En dan zie ik hier een mooi getal. En dat is wat fijn om te zien. Oké, Megatoren winst niet al te veel. €400 per uur winst maar. Dat is een stuk minder dan ik dacht. Ja, ik ben natuurlijk een beetje van mijn stuk gebracht door die megatorens in de andere stad waar we 40.000 per uur verdienen. Maar dat kan gewoon alleen met die kronen. Dus ja, dat is net even iets anders dan we gewend zijn van de laatste tijd. En deze wegen, het loopt nog niet allemaal zo lekker. Ik wil eigenlijk, ja, ik ga dit even allemaal slopen. En parken gaan weg en heel veel gebouwen weg waarschijnlijk. Bijna de helft van ons inkomen gaat weg. Maar ja, ik wil het gewoon even netjes hebben. En dat moeten we dan ook uiteindelijk aan de andere kant doen. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Dat komt dan ook waarschijnlijk wel. Dat komt ook waarschijnlijk pas als we daar de megaton bouwen. Oké, pochtige weg. En dan zorgen we ervoor dat dit ongeveer. Nou, dat werkt. Is dat niet precies wat ik net. Nee, oké, daar is het net iets hoger. Of niet? Het verschil is klein. Nou ja, het werkt in ieder geval. En hier willen we dan waarschijnlijk woonwijk. Oh, heel veel vraag naar laag commercie. Oké, hier is laag landwaarde. Dan komt de laag commercie. De vraag is wel, hoe gaan we de rest doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Iets wat we in ieder geval door kunnen laten lopen. En ja, ik doe het gewoon even met zo'n weg. Dat bespaart geld. Op dit moment hebben we toch geen dure wegen nodig. Okay, ik doe gewoon even dit. En dan hoop ik dat ik... zelf een soort bocht kan krijgen als daar. Oh, weet je wat het is? Ik moet gidsen aanzetten. Dan kunnen we dat misschien krijgen. Kan dat? Is dat mogelijk? Nee. Nou ja, dan doe ik het maar op de gok. Dat is ongeveer wat het is. Ja, dat ziet er ongeveer goed uit. En dan kunnen we dat ook nog even zonne geven. En dan kunnen we later upgraden. Ik weet niet of dat een goede aanpak is. Dan hebben we hebben op deze manier in ieder geval meer dan genoeg ruimte... vorige upgraden gebouwen, want hoe het was met de vorige layout, ja, dat ziet er grappig uit. Op de vorige layout, ja, het was met de vorige layout, hadden we al die schuine wegen en dan bleef gewoon weinig ruimte over voor huizen. Oké, heel veel vraag, belachelijk veel vraag naar laag commercie. Misschien is het tijd om hier even wat te gaan dezonen. Zo, dat zou goed moeten komen. Oké, dus we willen waarschijnlijk wel wat meer parken in dit gebied. Maar ik wil eigenlijk eerst deze gebieden opvullen. Gewoon omdat het er goed uitziet. Weet je wat? We gaan even zo'n park plaatsen. Een stadspark. En welke was het ook alweer? Ik zie hier dat ik er al twee verschillende heb gebruikt. Die is net even iets mooier. Dus dat is waar we voor gaan. Die bouw ik dan even daar. En dan heeft dat best wel veel effect op het landwaarde. Daar komt er uiteindelijk ook eentje. Maar kost gewoon veel geld. En dat heb ik op dit moment niet. Ik wil liever gewoon die leningen terugbetalen. En we hebben verduistering. Overvol. Oh, dat is slecht. We hebben nu al gewoon 10 misdadigers. Dat is veel. En ook nog in de korte tijd dat we dit politiebureau hebben. Wauw. Oké. Basisschool zit vol. Dat is natuurlijk niet goed. Hier moeten we ook geld aan gaan uitgeven. Van de 550. Oké, ik moet er meteen nog eentje toevoegen. Maar daar heb ik geen geld voor. En ik verdien nauwelijks iets. Ja, ik denk dat we gewoon moeten uitwijzen dat we meer belastinginkomsten krijgen. Oh, het zou zo fijn zijn als we gewoon geld, wat geld van een andere stad hierheen konden sturen. En wauw, wat een
Wat een chaos, hier moet ik ook echt wat aan doen. Oké mensen, we zijn nu iets verder in de tijd en ik heb hier wat hoofdwegen toegevoegd. Nou, het kan aan mij liggen, maar het lijkt alsof deze iets langer is. Dat is waarschijnlijk ook gewoon zo. Ja, ik dacht misschien komt het gewoon omdat dit een bocht maakt, dat het daardoor een soort illusie is, maar... Ja, ik denk toch dat deze net iets andere vorm heeft, dus dat is jammer. Komt net even niet uit, maar... Dat is dan iets om later te fixen. Ik denk wel dat het een stuk beter gaat zijn voor het verkeer. Hier hebben we een beetje een rottig kruispunt. Heel erg rottig. En dit is misschien net iets beter dat we twee keer... Ja, misschien is het beter om twee, drie splitsingen te hebben dan één kruispunt. Nou kijk, nu begint het spitsuur. Begint waarschijnlijk al aardig druk te worden. Het is misschien niet eens zo'n gek idee om hier meteen drukke hoofdwegen van te maken. Even kijken, dan hebben we als het goed is zes banen. Ja, en... Ja, maak je niet druk, dat maakt ze heus wel vol. En er was dus vraag naar commercie. En het is natuurlijk sowieso nodig om de stad uit te breiden. Dus ik denk dat we maar gewoon iets gaan toevoegen. En, oh, daar heb ik blijkbaar per ongeluk iets gebouwd. Zonder dat ik het door had. Ik heb helemaal niks hier gebouwd. En toch is er iets gekomen. Ik heb alleen uitgeprobeerd met het cirkeltool. Want ik dacht dat het misschien wel cool zou zijn om echt iets heel anders te doen. Nou, ik heb wel eens iets vergelijkbaars gedaan, geloof ik, in Oliebron. Maar weet je wat, we doen gewoon eens even iets leuks. We gaan wat commercie toevoegen in een cirkel. En daar kan ik het helaas niet doen. Willen we dat het alleen maar commercie is? Misschien wel. Ja, er is heel veel vraag naar, maar misschien niet zoveel. Dus ik doe ook gewoon een beetje dat en dan woonwijk. En dan misschien nog even snel een klein park. Aan de binnenkant of de buitenkant? Ja, hier past het heel netjes, dus... Dan doen we daar misschien nog even iets kleins. En dan hebben we hoge landwaarde daar. Dus dat is naar gemiddelde landwaarde. Dus dat is mooi. En dan kunnen we dat nog verbinden. Ik weet niet of dit er goed uit gaat zien. Het is maar een beetje een experiment ook eigenlijk dit. En ik doe het wel even met de rechte weg. Moet eigenlijk hier loodrecht op staan. Ja, zo. Ja, dat lijkt me mooi. Is het mooi? Ik denk dat het best mooi kan worden als we dit wat vaker laten terugkomen. En ja, we hebben deze episode nog steeds het treinstation niet gebouwd. Maar... Ik denk dat ik het liefst eerst die lening afbetaal. Oké, daar gaat die lening. Maar dan zijn we er tenminste van af. Kost ons niks meer per uur. Dan hebben we ook gewoon een duidelijk beeld ervan. Oké, megatoren is iedereen. Ja, iedereen is gelukkig. Je kunt hier uitstekend shoppen. Oké, dat vind ik bijzonder. Ik denk dat het gewoon komt omdat we dat net hebben gebouwd. Ja, het is waarschijnlijk nodig om een winkelverdieping te bouwen. Maar dat is op dit moment heel erg duur. Ook al maken we er dan wel weer winst mee. Op een gegeven moment. Maar het kan zijn dat iets net niet gebalanceerd is. Dat je dan juist weer helemaal geen winst maakt. En dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven op dit moment. Oké, ik denk dat ik gewoon... weet je, we kunnen geen treinstation bepalen. Maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Ik kan natuurlijk gewoon alvast de banen neerleggen. Dat is ook waar het me op dit moment om gaat. Ik wil gewoon een mooie stad met wat mooie spoorbanen erdoorheen. Gaan we er niet echt omdat we een station hebben eigenlijk. Dus ja, dat gaan we straks even snel doen. Of in ieder geval een begin. Ik heb er ook een tweede cirkel gemaakt. Ik vond dit toch niet zo mooi. Dus ik ben gewoon voor hetzelfde design gegaan als daar. Hij is misschien net even iets groter. Dat is iets wat we moeten testen. Je kan zo'n cirkel, je kan even kijken hoeveel het kost. En daarmee kan je het zeg maar meten. Ik kan natuurlijk ook gewoon het rechte stuk. Dat is iets wat ik had moeten doen. Dat is ook iets wat ik ga doen in de toekomst. Het zit wel ongeveer op hetzelfde stukje van... Nou, niet precies. Maar ongeveer op hetzelfde stukje van die boog dus. Dat is in ieder geval mooi. En hier kunnen we nog wat zones doen. Maar dat komt later. Ik ga eerst even wat doen aan het spoor. Nou, weet je wat? Misschien kunnen we toch niet zo heel veel doen in deze episode. De sporen zijn duurder dan ik had gedacht. Ik heb ze een tijdje niet gebruikt. En dan vergeet je dat soort dingen. Nou ja, we kijken gewoon wat we kunnen doen. Dit kost 7000. Laten we de bocht een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Laten we niet zeg maar in een rechtstuk eindigen... Ja, ik ga hem zo een beetje in een schuinstuk en dan gaan we hier misschien met een rechtstuk omhoog. En ik wil eigenlijk voorkomen dat we... Nou ja, ik wil best bruggen hebben, dat is juist cool, maar niet als ze er slecht uitzien. Ze zien er soms nog wel eens slecht uit in SimCity. Nou, het lijkt er niet echt op dat er iets mogelijk is. Hier iets? Nee. Ik denk dat we gewoon voor de rechte weg moeten gaan, want daar was wel iets mogelijk. Oké, dat kan... Kan ik echt niet iets met een bocht doen? Nou, weet je, het eerste wat ik had was beter. Ik ga dit weer even slopen, ook al was het best wel duur eigenlijk, die 7000. Ik heb hopelijk nog geld om het te doen. Zoiets was het. Maar dan met shift. Of zonder shift.
Wat zal ik doen? Dit is niet altijd logisch. En het kost heel veel geld, maar kost het sowieso. Het is niet altijd logisch, want het maakt een beetje een omweg. Tenzij we ook aan die kant vertakken. En als ik dit doe, is het misschien wel wat logischer. Minder een omweg, maar minder mooi. Dus ja, we gaan gewoon daarvoor. En dan komen we hier weer naar beneden. En dan zorgen we wel voor dat het hier vertakt. En dan hebben we daar misschien een tweede station of wat dan ook. Of misschien is daar wel gewoon ons enige station. Maar dat zien we dan wel als we daar geld voor hebben. Dus dat is de eerste spoorbaan. Dit moeten we gewoon beetje bij beetje gaan doen. Vanwege de hoeveelheid geld die het kost. En wauw. Wat ziet dit er cool uit? Is wat ik probeer te zeggen. Ik heb nog nooit een spoorbaan in een luchtgebouwde SimCity. Ik zie dit echt voor het eerst. Dat ziet er heel cool uit. Dat blauwe. Zeker tussen al die bomen. Hier zit wel een soort van gek hobbeltje wat ik kan fixen. Maar ja, dat is ongeveer alles voor deze episode. Ja, veel vooruitgang. We hebben gewoon een megatoren. Daar ben ik best wel blij mee. Ik heb nog nooit zo vroeg in een stad een megatoren gehad. Dus dat is ook best wel bijzonder voor mij. En we kunnen er hopelijk in de volgende episode wat meer winst mee maken. Zodat we de stad sneller kunnen uitbreiden. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.